Hey lieve mensen, even een ochtendsessie weer. Dit is ook voor Maaike natuurlijk, want wauw. Ja Maaike, morgen is het 9 december. Mijn dochtertje is middernacht vanavond is zij geboren. Wordt ze 4 jaar. Ja, 4 jaar. Aangezien mijn dochtertje vandaag hier naartoe wordt gebracht en mijn zoontje, dat zijn feiten, want dat is mijn eis. Ja. Hebben wij alle rechten daartoe. En aangezien jij dit persoonlijk ontvangt op jouw bedrijfsaccount, zie jij dit. Als mensen wauw, hier geen gehoor aan geven en ik beland straks in het ziekenhuis voor de extra leed die jullie hebben verzorgd, dan zijn jullie ook aansprakelijk voor mijn ziekte daarin. Iedereen. Want het is genoeg geweest. Het is klaar, hè? Het is mijn kinderen. Mijn dochtertje, hè? Dat is onmenselijk en verschrikkelijk om dat van een mens te ontnemen. Een gezonde mens als mij. Ik heb in het verleden ook naar de Nederlandse ambassade gebeld, hè? Voor hulp, ja? En toen gaven ze aan dat ik in het buitenland moet zitten om dan hulp te krijgen om mijn kinderen hier weg te krijgen. Wauw, man. Hoe kan dat? Dat is toch bizar voor woorden? Die vrouw die zal me onthouden tot op deze dag. Want ze had nog hulpadviezen doorgegeven. En als dit in het nieuws komt, dan zal zij het bevestigen. Ik weet haar naam, zal ik misschien wel ergens hebben opgeschreven. Ik heb zoveel namen ontmoet de afgelopen tijd. Dat de allerbelangrijkste namen zijn Noah en Nova en mijn kinderen. Dat ze vandaag hier komen in dit huis in de veiligheid. En dat er wordt geregeld dat wij op de vliegtuig zitten naar mijn tante. Veilig en wel om mijn herstel te werken. Want weet je, in privé situaties in het nu gebeuren er ook dingen, oké? En dat is hartverscheurend. En dat komt er nog extra bij waar ik mijn kracht in moet tonen. Maar dit is een duidelijke boodschap, ja? Ik stuur dit naar Maaike. Het adres, dat zal ik ook nog sturen in een WhatsApp berichtje, jazeker. Dat zij aan Dennis, jullie hebben zijn contactgegevens, dat jullie duidelijk aangeven dat hij vandaag mijn kinderen veilig en wel naar dit adres kon brengen. Zodat we samen in bed kunnen rusten en dat als mijn dochter geboren is, dat ze in mijn armen is en dat mijn zoon naast mij ligt. Dat zijn de hoogste eisen in de wereld van een gezonde moeder met heel veel talenten en kennis. En die al aangeeft 100 maal, miljoen keren hoeveel fouten er zijn gemaakt in dit proces. En dat jullie niet luisteren naar mij. Ja, die politieagent man, mijn zoon moest zien bij het zwemmen en die kinderen. Dat de politie op mij afkomt alsof ik de misdadiger ben. Al die kinderen weten hoe vrolijk ik altijd ben. Daar voor de deur, voor achter het raam. Bewonder ik de kinderen, ja? Sowieso. Je moet de kinderen willen gezien worden. Gehoord worden, geliefd worden. Zo menselijk om dat van mijn kinderen en mij te ontnemen. Dat is strafbaar. Nogmaals, Maaike. Oké? Je moet die jongen wakker schudden. Want die jongen is zo ziek als wat. En ik weet dat. Ik heb met hem geleefd. Maar jullie geloofden hem, toch? Wauw, man. Open jullie ogen als jullie niet eens kunnen zien dat hij een psychopaat is en dat hij stoornis heeft en wat nog meer. Man, jongens, niet in orde. Ja, hij maakt mijn kinderen niet orde. Bewijzen heb ik genoeg. Ja, mijn kinderen moeten hier komen en dan komt de rest vanzelf. Ja, dan gaan we allemaal, de rest komt vanzelf in alle bewijsstukken. Maar bewijs nummer 1 is al duidelijk, toch? Ik heb je wel projecten gestuurd, want ik werk hard aan mezelf, in mijn eigen kracht. Nee, ik ben geen junkie, ik ben geen whatever, I'm not a hooker. I'm a mother with great talents, oké? Great talents. And I'm proud and I'm thankful dat ik het heb overleefd in deze situatie. Wauw. Waar zijn. Je wordt gezegd, je hebt je rechten. Rechten. Mensenrechten. Mijn rechten om mijn eigen privacy te beschermen. Dat deed ik. Van mijn kinderen. Mijn medisch dossierbescherming. Daar heb ik alle rechten op als gezond mens. Als je een burn-out hebt, dat is heel anders dan een psychische stoornis. Oké? Dat is overwerken. Ja, ik werk al sinds mijn 14e in dit land. 14. Ik heb, wauw man, jeetje. En is dit het respect wat we voor terugkrijgen? Dat is onmenselijk, chockerend. Ik zit nog in een coma. En als ik in het ziekenhuis beland, nogmaals, zijn jullie aansprakelijk en dan gaan mensen gevangenis in. Dat is toch duidelijk? Wat denken jullie? Wauw man. Dus, dat is het voor nu.